eindelijk na maanden weer zwemles. Deze kinderen die les krijgen in zwembad De Parrel zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Door de coronamaatregelen moest het zwembad dicht, maar sinds vandaag mag er weer voorzichtig les worden gegeven aan kinderen tot 13 jaar. Bij De Parrel zijn ze erg enthousiast. Medewerkers zijn vooral erg blij dat ze weer mogen beginnen, want die hebben toch wel een tijdje thuis gezeten. Nu vanaf half december, maar daarvoor in oktober ook al en vorig jaar in maart ook al. Dus die zaten wel echt te springen om weer te beginnen. De zwemlessen gaan er nu wel een beetje anders aan toe en daarom uniek dat wij mochten meekijken. We hebben natuurlijk lering getrokken uit de vorige situaties die we hier gehad hebben. De kleedruimtes zijn beperkt qua ruimte. Dus de maatregel nu is dat ouders de kinderen moeten afzetten bij de voordeur. Medewerkers halen de kinderen op, die zorgen dat ze in de kleedkamer terechtkomen. Vervolgens is er ook weer een medewerker die de kinderen uit de kleedkamer haalt en naar het zwembad brengt. Terugweg is dat ongeveer hetzelfde. Kinderen mogen ook niet douchen, kunnen in de kleedkamer weer omkleden, kunnen dan weer naar buiten toe. Dus eigenlijk ouders mogen niet naar binnen. Vinden ouders dat moeilijk? Dat is hartstikke moeilijk. En dat is ook vooral wat wij zelf niet graag willen. Ouders willen het en graag zien. En we kunnen de hulp van de ouders ook prima gebruiken in de kleedkamers. Nou ja, de maatregelen laten het gewoon niet toe. Daar hebben we gewoon niet ruimte genoeg voor om iedereen naar binnen te laten. Dat de zwemlessen weer door kunnen gaan is om veiligheidsredenen erg belangrijk. Nou ja, het is natuurlijk vooral een veiligheidsaspect. Als kinderen te lang niet zwemmen of kinderen niet opgeleid worden voor een zwemdiploma, loop je natuurlijk veiligheidsrisico's in de zomer. Als de kinderen buiten zijn, ze komen in het water of spelen bij het water. Ja, dan loop je wel een veiligheidsrisico. Dus we willen ook zo snel mogelijk weer zorgen dat iedereen weer in staat is om diploma te zwemmen. Nu zwemmen ze één keer in de week, maar we gaan ook nog kijken of dat misschien of er behoefte is om vaker in de week te doen. En dan gaan we ook kijken of we daar nog mogelijkheden voor kunnen vinden. Het is wel van belang dat kinderen zo snel mogelijk leren zwemmen. De Parrel hoopt dat ze in de toekomst snel haar deuren weer voor iedereen kan openen. Vooral een goed begin, maar ik hoop natuurlijk dat er snel weer versoepelingen komen. Zodat we ook met al onze andere activiteiten weer kunnen beginnen. Bewegen is erg gezond, is ook erg belangrijk. Dus dat ook de volwassenen weer kunnen banen zwemmen. Dat de senioren weer terecht kunnen. Dat we weer met ouder en kind zwemmen kunnen beginnen. De aquasporten. We hebben een groot assortiment aan activiteiten en we willen graag overal mee beginnen. Maar we hebben ook begrip voor dat dat nu op dit moment niet mogelijk is.